أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. En de lezing van vandaag wil ik beginnen met een vraag. En de vraag luidt als volgt. Als jij de optie zou krijgen om een dua te doen. En die dua zal hoe dan ook verhoord worden. Wat zal jouw dua zijn? Waarom ik deze vraag stel? Want dit of deze optie, deze keuze, deze dua heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gekregen. Iedere profeet heeft een speciale dua gekregen. Die hoe dan ook verhoord zal worden. En alle profeten hebben die dua al gedaan. Behalve de profeet alayhi salatu wassalam. Hij zegt iets heel moois daarover. Hij zegt, ik heb een dua. Hij zegt, li kulli nabiyyin dua. Er is voor elk profeet een dua die hoe dan ook verhoord zal worden. Dua un mustajab. Alle profeten hebben dat al gebruikt tijdens hun leven. Behalve de profeet alayhi salatu wassalam. Hij zegt, ik heb dat bewaard. Bewaard voor wie? Niet voor zichzelf, niet voor zijn kinderen, niet voor zijn familie, niet voor zijn metgezellen. Maar hij heeft het bewaard voor ons als gelovigen. Op de dag des oordeels, wanneer iedereen in paniek zou raken, wanneer iedereen het moeilijk zou hebben, wanneer iedereen elke vorm van hulp nodig zou hebben, Allah, de profeet alayhi salatu wassalam, zal gebruik maken van deze dua om voor ons te bemiddelen, zodat de gelovigen uiteindelijk in het paradijs terechtkomen. Dit laat zien, geliefde broeders en zusters, hoe liefdevol de profeet sallallahu alayhi wasallam was. En wat voor liefde de profeet alayhi salatu wassalam voor ons had. Dat de profeet alayhi salatu wassalam maar één zorg had. Hij had geen enkele andere zorg, behalve dat wij uiteindelijk in het paradijs terecht zullen komen. Zo lezen we in een hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de Koran aan het reciteren was. En hij las dat vers waarin Allah azza wa jalla zegt, dus het staat in de Koran, maar de woorden waren van Isa alayhi salam. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam reciteerde deze verzen. Isa alayhi salam zegt tegen Allah, in tu'adhibhum, als u ze straft, o Allah, dan zijn het uw dienaren. Wa in taghfir lahum, en als u ze vergeeft, fa innaka antal azizul hakim. Oftewel, u bent al-azizul hakim, u beschikt over deze eigenschappen. En toen de profeet deze verzen las en daarop reflecteerde, dat laat ook zien dat het heel belangrijk is om stil te staan bij de betekenissen van de verzen, begon de profeet sallallahu alayhi wa sallam te huilen. Hij begon te huilen, hij werd emotioneel alayhi salatu wa sallam. En let op, we hebben het hier over de profeet alayhi salatu wa sallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wiens alle zondes, als die zouden bestaan, zijn vergeven. Die hoe dan ook het paradijs zal betreden, alayhi salatu wassalam. Die zondeloos is, geen enkele zonde heeft begaan, alayhi salatu wassalam. Maar toch, toen hij aan het reflecteren was op dit vers, dat een verantwoordelijkheid is van de profeet, alayhi salatu wassalam, om zijn umma te redden, begon hij te huilen. Hij barstte uit in tranen. Hij kon niet meer verder lezen. Hij kon ook niks meer ondernemen. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala de engel Jibril naar de profeet stuurde. Hij zei tegen hem, idhab ila Muhammad. Ga naar Muhammad. Wasalhu ma yubkik. Vraag hem, wat laat jou huilen? Wat maakt jou verdrietig? Wat kunnen we voor jou doen, ja Rasulallah? Wie zegt dit? We moeten even scherp blijven. Wie zegt dit? Allah azza wa jal. Allah stuurt de engel, de allerbeste engel, Jibril alayhi salam. Ze noemen hem ook de bewaker van het geheim van al-wahi. Van Rasulullah. Hij wordt gestuurd naar de profeet om hem te vragen wat hem dwars zit. Waarom hij aan het huilen is, waarom hij verdrietig was. En je zou veel zaken kunnen bedenken die de profeet als antwoord kon geven. Dus Allah stuurt de engel Jibril en Allah wist het. Maar het gaat meer om het proces dat wij daarvan kunnen leren.
وَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ. Jibreel komt naar hem en hij stelt die vraag aan de profeet alayhi salatu wassalam. Hij zegt tegen hem, waarom bent u aan het huilen, ya Rasulallah? En het antwoord van de profeet was maar één woord. Zijn antwoord was, ummati, ummati. Met andere woorden, ja Allah, ik heb geen enkele andere zorg. Ik maak me niet zorgen om mezelf. Ik maak me niet meer zorgen om mijn kinderen. Ik maak me niet meer zorgen om mijn metgezellen, om mijn volk, om mijn stam, om de Arabieren. Ik maak me zorgen om mijn umma. En geleerden hebben al-umma op twee manieren gedefinieerd. Ze hebben gezegd, al-umma heeft twee betekenissen. Je hebt ummatul da'wa, dat is de umma die de boodschap dient te ontvangen. Dus ummatul da'wa die wij ook als gelovigen dienen uit te nodigen naar de islam. En je hebt ook ummatul ijaba, dat zijn de gelovigen die de islam al hebben omarmd. En zo zien we ook in de tijd van Medina, toen de islamitische staat opgericht was, werd al umma gebruikt voor zowel gelovigen als andere gelovigen die een onderdeel waren van de islamitische staat. Dus hier zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, mijn umma, mijn umma. Met andere woorden, mijn zorg is mijn umma. Ik wil dat de umma gered wordt. Ik wil dat de umma het paradijs verdient. Ik wil dat de umma op het rechte pad blijft. Ik wil dat ze het goede zullen meemaken, zowel in dit leven als in het hiernamaals. En omdat die reflectie oprecht uit het hart kwam, de zorg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was niet nep, maar was oprecht. Dat kwam diep uit het hart, zei Allah azza wa jalla tegen Jibril. Nadat Jibril terugkwam naar Allah en hij zei tegen hem, ja Allah, de profeet maakt zich zorgen om zijn umma. Hij zei tegen hem, ga naar de profeet, en hier komt de mooie boodschap. Hij zei tegen hem, zeg tegen de profeet, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Alhamdulillah. Wallahi, als we daarover nadenken, dan moeten we dankbaar zijn. Dan moeten we dankbaar zijn dat we zo'n profeet hebben gekregen. Dat hij naar ons is neergezonden. Dat zijn zorgen om ons draaiden. Dat hij geen enkele andere bezigheid had dan ons naar het goede pad leiden. En het is alhamdulillah gelukt, want we hebben miljoenen mensen. Sterker nog, door de geschiedenis heen miljarden mensen die de islam hebben omarmd. En daardoor walillahi alhamd het paradijs zullen verdienen. Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Allah azza wa jalla zegt tegen de profeet, zegt tegen de engel Jibril, zegt tegen de profeet, wij zullen jou tevreden stellen en nooit teleurstellen. En daarom is de profeet sallallahu alayhi wa sallam een middel, een bescherming tegen het helle vuur. Ja, inderdaad, onze daden zijn uiteindelijk datgene wat zwaar weegt. Maar het feit dat er een profeet uit ons midden naar ons is gestuurd, is een bescherming aan zich. Niet alleen maar dat hij ons naar het rechte pad heeft gewezen, maar dat Allah azza wa jalla heeft hem deze belofte of dit belofte heeft gedaan, dat Allah subhanahu wa ta'ala het voor ons zal vergemakkelijken. Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. En wij zien ook in een andere overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam, dat hij in gesprek was met Aisha radiyallahu anha. En dit is niet alleen maar mooi om te horen, maar het is ook goed om erover na te denken en om erover te reflecteren. De profeet sallallahu alayhi wasallam was in gesprek. Ook voor mensen die getrouwd zijn, is het goed om deze sunnah van de profeet toe te passen. De sunna beperkt zich niet alleen maar tot bepaalde uiterlijke kenmerken. De echte sunna van de profeet alayhi salatu wassalam is met name te zien in de praktijk, in het gedrag van een individu. En dit laat zien hoe belangrijk communicatie is en goede gesprekken tussen partners in een huwelijk. Aisha radiyallahu anha vraagt aan de profeet, ja Rasulallah, verricht voor mij dua. Maak voor mij dua. Ud'uli. Maar wat was het antwoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Wat was de dua van de profeet alayhi salatu wa sallam? Hij zei, Allahumma gfir li Aisha ma asarrat wa ma a'lanat. Oftewel, hij zei tegen Aisha radiyallahu anha, mogen Allah azza wa jalla al jouw zondes doen vergeven. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala datgene vergeven wat zichtbaar was, en datgene vergeven wat onzichtbaar was. En het dua ging iets verder. Maar waar het voor mij
omging, is het volgende. Aisha radiyallahu anha werd blij. Zij kon zichzelf niet meer in bedwang houden vanwege vreugde die zij op dat moment ervoer. Ze begon te lachen dat ze zelfs op de schoot van de profeet sallallahu alayhi wa sallam viel. Vanwege het lachen, vanwege de vreugde die zij op dat moment ervoer. En de profeet zei iets moois. Hij zei iets prachtigs. Hij zei, awaya sorruki, oftewel, maak deze dua jou blij, ya Aisha. Ze zegt, ja Rasulallah, hoe kan ik niet blij zijn van zo'n mooie dua? Dat de profeet zo'n mooie dua voor mij doet, dat is ongekend. Natuurlijk ga ik blij worden. Natuurlijk ga ik daar emotioneel van worden. En hier komt het. Dit is het mooie van de profeet, alayhissalatu wassalam. Hij zei, bij Allah, dat is de dua die ik doe voor elke individu van mijn umma, aqiba kulli salah, oftewel, na elk gebed. Allahu Akbar. Dit is de profeet die 1001 bezigheden had en hij verrichtte voor jou en voor mij dua na elk gebed. Om wat? Om al onze zondes te vergeven, te doen vergeven. Om ons uiteindelijk in het paradijs terecht te laten komen. Zo was de liefde voor de profeet, van de profeet alayhi salatu wassalam voor ons als gelovigen. Als ik nog één voorbeeld naar voren mag halen. De profeet alayhi salatu wassalam was aan het huilen. En toen de metgezellen hem vroegen, waarom huilt u, ja Rasulallah? Hij zei, ik huil om mijn broeders. Ikhwani. Hij zei, ik huil om mijn broeders. Toen de metgezellen hem vroegen, awalasna ikhwanaka, ya Rasulallah, zijn wij dan niet uw broeders? Hij zei, jullie zijn mijn metgezellen. De broeders, dat zijn de mensen. Broeders betekent trouwens in de Arabische taal zowel mannen als vrouwen. Het is een verzamelnaam voor zowel mannen als vrouwen wanneer je het algemeen houdt. En toen de metgezellen zich afvroegen of zij hiermee werden bedoeld, hij zei, nee, jullie zijn mijn metgezellen. De broeders, dat zijn degenen die na jullie zullen komen, dus na mij zullen komen, mij niet hebben gezien en alsnog in mij hebben geloofd. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ernaar verlangde om ons te ontmoeten. Dan zag ik, subhanallah, wie zijn wij? Dat de profeet alayhi salatu wa sallam het verlangen had om ons te ontmoeten. Om ons te zien. Om ons mee te maken. Terwijl hij al-ma'asom is. Die niets nodig heeft. Maar die zorg van de profeet alayhi salatu wa sallam en de liefde die hij had voor zijn umma beperkte zich niet alleen maar tot de gelovigen. Hij maakte zich zorgen om de mensen die niet eens moslim waren. Sterker nog, zelfs de elite van Quraysh, dat waren de allergrootste vijanden van de islam, die hem op allerlei manieren hebben tegengehouden, maakte hij zich zorgen. Lees maar surat Abasa wa Tawalla. En ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fa tanfa'uhu adh-dhikra. Waarom had op dat moment de profeet geen tijd voor die blinde man, omdat hij een individu was. Hij focuste en hij maakte zich zorgen om de elite. Hij zegt, als die mensen nou moslim worden, dan zullen heel veel mensen hem volgen. Zo beredeneerde de profeet, maar Allah azza wa jalla corrigeerde hem. Dat betekent niet dat de profeet een fout heeft gemaakt. Voor alle duidelijkheid. Dat noemen ulema. De ulema noemen dat khilaful awla. Je hebt twee goede opties en de profeet koos een optie die minder prioriteit had. En Allah azza wa jalla zegt tegen hem, dit is goed, maar dit is nog beter. Want deze blinde man, deze simpele man, zal geleid worden en die elite vanwege hun arrogantie en hoogmoed zullen niet geleid worden. Focus nu op deze persoon. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam nam die zorg mee. En hij ging overal. Vanaf het moment dat hij de openbaring ontving, tot het moment dat hij naar zijn heer vertrok, alayhi salatu wassalam. Dat hij werd geslagen. Dat hij werd bespuugd. Hij is beschuldigd van alles en nog wat. Alayhi salatu wassalam. Ze hebben hem als een bezetene bestempeld. Ze hebben hem gezien als iemand die de weg kwijt was. Als een tovenaar. Als iemand die niet betrouwbaar was. Terwijl hij bekend stond tussen de Quraysh bewoners als As-Sadiqu al-Amin. Maar desondanks heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam de hoop nooit opgegeven en hij bleef maar mensen uitnodigen naar de islam. Dat hij een keer zelfs wanhopig naar Taif ging. Waarom?
Als we daarover nadenken, je bent teleurgesteld in je eigen gemeenschap. Niemand wilde meer het geloof omarmen. Sterker nog, je wordt op allerlei manieren tegengewerkt. En hij heeft niet de hoop opgegeven. Hij heeft niet gezegd, ik heb mijn best gedaan. Mocht Allah azzawajalla hen vervloeken en de hel geven. Hij ging zijn plaats, zijn positie veranderen met de hoop dat die mensen beter zullen luisteren. Maar zelfs daar werd hij... van alles en nog wat beschuldigd. Sterker nog, ze hebben kinderen, kleine kinderen en dwazen achter hem aangezet om het moeilijk voor hem te maken, om hem te bestenigen, totdat er bloed uit zijn voeten, alayhi salatu wassalam, kwam. En zelfs op dat moment kwam de engel Jibril met de engel van de bergen en ze gaven hem de optie. Ze gaven hem de optie om bij de bergen, al-Akhshabain, op die volk te laten neerdalen. Met andere woorden, ze zullen per direct vernietigd worden. En het antwoord van de profeet alayhi salatu wassalam was... Hij zei, la'allallaha, ik wil dat niet, want ik ben niet om die reden neergezonden. Wellicht dat er maar één persoon, of twee, of meerdere... uit die volk gaat komen die in Allah azzawajalla gaat geloven. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. Dat zijn mensen die hem hebben geslagen, die hem hebben probeerde klein te krijgen, die hem probeerde te vernederen. En zelfs voor die mensen heeft hij alayhi salatu wassalam het beste van zijn kanten, de beste kanten van hem laten zien. Alayhi salatu wassalam. Dat Allah azza wa jalla hem op een gegeven moment corrigeerde. En hij zei tegen hem in surat al-Sharh, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. De profeet begon het moeilijk te krijgen vanwege het feit dat die specifieke personen of die groep mensen niet wilden geloven, niet wilden de islam, niet wilden omarmen. En de profeet alayhi salatu wassalam nam die zorg, of had die zorg niet alleen maar hier op aarde, hij nam die zorg mee Na de dag des oordeels. We moeten ons even inbeelden dat het moment is aangebroken van Hisab. Dat iedereen berecht zal worden. Het moment waarin je voor Allah azza wa jalla gaat staan om af te rekenen. Om te kijken wat voor goede daden je hier op aarde hebt verricht. En welke slechte daden die op de weegschaal gezet zullen worden. Om uiteindelijk te kijken waar je terecht komt. De hel, wal-iyadu billah, mag Allah ons daarvoor behoeden. Of het paradijs, onze eindbestemming die voor ons is vergemakkelijkt. Of dat je daar terecht zult komen. Op dat moment, het is niet een markt. Het is niet een eindexamen. Het is niet een eindafrekening. Het is niet te vergelijken met iets wat wij hier op aarde hebben meegemaakt. Daar zal de zon neerdalen. Iedere persoon zal alleen maar aan zichzelf denken. Zelfs jouw moeder, die jou 9 maanden lang... die jou 9 maanden lang in haar buik heeft gedragen. Die jou ruim 2 jaar borstvoeding heeft gegeven. Die jou heeft verschoond. Die jou heeft opgevoed. Die jou heeft grootgebracht. Die eten voor jou heeft gemaakt. Er is niemand op aarde die zoveel liefde voor een ander heeft als de moeder voor haar kind. Zelfs op die dag zal de moeder zeggen... Nafsi, nafsi, ik kan op dit moment niks, maar dan ook niks voor je betekenen. Al is zij de meest vroomste persoon op aarde... Ze kan niks voor je betekenen. De vader die voor jou heeft gewerkt. Die alles voor jou heeft gedaan. Die jou groot heeft gebracht. Die jou heeft opgevoed. Zelfs jouw vader zal zeggen. Sorry. Ik kan op dit moment. Beste zoon. Beste dochter. Ik kan niks voor jou betekenen. Jouw man of jouw vrouw. Niemand. Maar dan ook niemand zal iets voor jou betekenen. Mensen zullen de hoop opgeven. En gaan vervolgens naar de profeten. En ze beginnen bij Adam. Ze zullen tegen hem zeggen. Ja Adam. U bent de eerste mens. Allah azawajalla heeft u gezegend. U bent een profeet. Alle mensen komen voort uit. Adam. En hij zal zeggen op dat moment. Sorry, ik kan niks voor jullie betekenen. Want ooit heb ik een zonde begaan. Een vergissing gemaakt. En ik durf het niet aan. Ik durf niet om zoiets aan Allah subhanahu wa ta'ala te vragen. En ze zullen langs alle andere profeten gaan. Van Idris tot Noah tot Ibrahim tot Musa. Tot Isa, tot Mohammed en alle profeten zullen precies hetzelfde zeggen. Sorry, op dit moment kan ik niks voor jou betekenen. Totdat ze bij de profeet alayhi salatu wassalam zullen komen. En de profeet alayhi salatu wassalam zal zeggen. Ana laha, ana laha. Ik ben de aangewezen persoon. En ik zal die verantwoordelijkheid nemen. Ondanks dat het een hele moeilijke positie is.
Zelfs dat profeten die hoe dan ook in het paradijs terecht zullen komen, zelfs zij zouden op dat moment niet durven om zoiets aan Allah azawajalla te vragen. Want dit moment is niet voor bemiddeling. Dit moment is te heftig om nog in overleg te gaan, om te kijken wat je nog kunt voor elkaar kunt betekenen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zal naar de troon van Allah azawajalla gaan. Hij zal in sujud toestand verkeren. Hij zal sujud gaan verrichten. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Hij zei, ik zal alhamd, ik zal Allah azawajalla op een bepaalde manier prijzen. Bimahamida la tahturuni al-an, zegt de profeet alayhi salatu wasallam. Ik zal Allah azawajalla prijzen op een manier die de profeet zelf niet kent. Hij zegt, op dit moment komen die prijzingen, die lofprijzingen die op dat moment gebruikt zullen, komen nu niet in mij op. En dit laat zien dat dat moment heel anders is. Een hele andere dimensie, een hele andere toestand. En Allah azawajalla zal tegen de profeet zeggen, irfa' ra'sak. Dat Allah zelfs de profeet niet in zo'n positie wil zien. Hij zegt tegen hem, hef je hoofd op. En sel tu'ta. Twee woorden. Vraag en je krijgt. Met andere woorden, zonder overleg, zonder discussie. Zeg wat je wilt en je zult het krijgen. Kijk wat voor liefde Allah azawajalla voor zijn geliefde profeet had. En kijk wat voor positie de profeet alayhi salatu wassalam bij Allah subhanahu wa ta'ala had. Hij zegt tegen hem, sel tu'ta. Washfa' tushaffa. En bemiddel en de bemiddeling zal gelden. En wat zal de profeet zeggen? O Allah, red mijn volk. Red mijn dochters. Red mijn zonen. Red mijn metgezellen. Red mijn vrouwen. Red mezelf. Uiteindelijk denken we uiteindelijk allemaal aan onszelf. Wij willen gered worden. Op dat moment zal de profeet niets van dat zeggen. Hij zal zeggen, ummati, ummati. Op aarde heeft hij gezegd, ummati, ummati. En op de dag des oordeels, het eerste wat hij uitspreekt, is ummati, ummati. Mijn umma, mijn umma. En hij zal toestemming krijgen om mensen uit de hel te halen. En dit is belangrijk. Shafa'a van de profeet sallallahu alayhi wa sallam geldt in het bijzonder voor degene die normaliter de hel hadden verdiend. En dat is het bijzondere. Want wie zal gered worden op dat moment? Degene die al in de hel waren. De profeet Allah azawajalla gaf hem toestemming om mensen uit de hel te halen die evenveel iman hadden als een korreltje, als een zaadje in hun hart. Ze zullen gered worden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam neemt daar geen genoegen mee. En hij gaat weer in sujud. En hij zal weer Allah azawajalla op een bepaalde manier prijzen die op dat moment niet in hem opkwam. En Allah azawajalla zal weer tegen hem zeggen, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zal niet, oké, ik heb nu de helft gered, ik zal genoegen nemen, nu ga ik aan mijn familie denken en aan mezelf. Nee, hij zegt weer, ummati, ummati. En vervolgens zal Allah subhanahu wa ta'ala hem wederom toestemming geven om mensen die hel hadden verdiend, om ze uit de hel te halen en vervolgens naar het paradijs te brengen. Soms denk ik bij mezelf, hoe mooi is het? Wat voor vreugde zou je op dat moment ervaren wanneer je eigenlijk de hel had verdiend en de profeet komt jou ophalen van de hel om naar het paradijs te brengen. Allahu Akbar. Wat voor liefde, wat voor dankbaarheid zal je uiten naar Allah azawajalla in de eerste instantie en naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam die dat voor jou had betekend. En hij zal weer terugkomen en zal precies hetzelfde doen. Hij zal weer in sujud verrichten alsof dat niet genoeg was. Hij zal weer in sujud verrichten. En kijk het laatste. Hij zal weer in sujud verrichten. Hij zal weer Allah azawajalla prijzen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal weer tegen hem zeggen, hef je hoofd op. Vraag en je zult krijgen. Ishfa' tu shafa'. En hij zal weer zeggen, ummati, ummati. En Allah azawajalla zal het volgende tegen hem zeggen. Ga naar de hel. En haal iedereen uit de hel die edna, edna, edna. Met die nadruk dus zo min mogelijk een iman in zijn hart had. Die ooit la ilaha illallah heeft uitgesproken. En haal uit de hel. Dit is de profeet alayhi salatu wassalam. En dat was de liefde van de profeet alayhi salatu wassalam voor ons als gelovigen. Ik wil de sfeer niet verpesten. Maar nu wil ik het andersom gaan zetten. Nu wil ik het andersom gaan neerzetten. Hoe groot is de liefde die wij voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam voelen en ervaren.
De man die alles heeft opgegeven voor ons. En omwille van ons. Die pijn heeft geleden. Die positie. Hij had de kans om hoger op te komen in aanzien, in status. En hij heeft dat opzij geschoven. Zoals hij tegen zijn oom had gezegd. Wallahi ya am, lo wada'u al-shamsa fi yamini wal-qamara fi shimali ala an atruk hadha al-amr ma taraktuhu hatta ya'dhana Allah li aw yahkum Allah fi ma baynana aw kama qala alayhi salatu wassalam. Hij zei, wallahi, ik zal dit pad, al betekent dat ik ellende zal meemaken, dat ik pijn zal meemaken, dat ik vernederd zal worden, dat ik van alles en nog wat zal meemaken, ik zal dit pad niet loslaten totdat Allah subhanahu wa ta'ala mij deze toestemming zal geven. Of dat Allah zo zullen iets anders gaat oordelen. Die persoon die maar één zorg voor ogen had. En dat is dat de mensen geleid zullen worden. Niet eens de gelovigen, want die zijn al geleid. Dat de mensen geleid zullen worden. Dat er op de dag des oordeels, wanneer paniek raakt, dat iedereen een stap achteruit zet. Dat de profeet stappen vooruit zet om voor ons te bemiddelen. En daarom is hij het meest die het recht heeft op onze liefde. En daarover zegt de profeet alayhi salatu wassalam, la yu'minu, oftewel een iman van een van jullie zal niet compleet zijn totdat ik, hatta akuna, totdat ik het meest geliefde bij hem is, meer dan zijn wa walidihi, wa waladihi, wa nasi ajma'in. Totdat ik meer totdat ik geliefder bij hem ben dan zijn ouders, dan zijn kinderen, dan alle mensen om hem heen. En dat betekent niet dat jij niet van je ouders hoeft te houden, of van je vrouw, of van je kinderen, of voor de mensen om jou heen. Want de liefde voor de profeet sallallahu alayhi wasallam is anders. Dat is de liefde die wij ook de spirituele liefde noemen. Een andere soort, het is geen biologische liefde die ons met de profeet verbindt. Biologische liefde ervaar je voornamelijk voor je ouders, voor je broers, voor je zussen, voor je bloedverwanten. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft een speciale liefde omdat hij ons naar het rechte pad heeft geleid. Omdat hij ons de weg naar het paradijs heeft aangewezen. Omdat hij ons heeft voorzien van de juiste uitleg, van de instructies om het rechte pad te blijven bewandelen. Hoe kunnen we de liefde voor de profeet alaihi salatu wasallam ontwikkelen? Heel simpel. De twee wegen, zag ik altijd. De weg van de Koran en de weg van de Sunna. Dit wordt samengevat in een prachtige vers in de Koran. Allah Azza wa Jalla zegt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Als jullie van Allah houden. Of als jullie de liefde van Allah willen bereiken. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Wat moeten we dan doen? فَتَّبِعُونِي. Volg het pad van de profeet alayhi salatu wassalam. فَتَّبِعُونِي. Dus de liefde die wij voor Allah Azza wa Jalla dienen te ervaren, kan met name versterkt worden door in voetstappen van de profeet alayhi salatu wassalam te treden. En wanneer we dat doen, dan resulteert dat automatisch in een liefde van Allah voor ons. Fattabi'uni yuhibbukumullah. En de liefde van Allah voor ons leidt uiteindelijk tot vergiffenis. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim. En dan komt het qul, zeg ati'u Allah wa ar-rasul. Heel simpel. Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de profeet alayhi salatu wassalam. Gehoorzaam Allah in de verplichtingen door die na te komen. Gehoorzaam de profeet sallallahu alayhi wasallam in de uitleg die hij aan de openbaring heeft gegeven. Aan de sunnah en de traditie van de profeet alayhi salatu wassalam. En met traditie bedoel ik alles wat de profeet alayhi salatu wassalam heeft gedaan. In zijn manier van spreken. In zijn manier van aanbidding. En in het bijzonder in zijn omgang met anderen. Kana khuluquhu al-Qur'an. Willen we daadwerkelijk in de voetstappen van de profeet alayhi salatu wassalam treden. Om die liefde voor hem en voor Allah te ontwikkelen. Dan moeten we met name de focus leggen op het gedrag van de profeet alayhi salatu wassalam. Hoe ging hij om met zijn vrouwen? Hoe ging hij om met zijn kinderen? Hoe ging hij om met zijn familieleden? Hoe ging hij om met zijn buren? Hoe ging hij om met zijn omgeving? Waar hij was, alayhi salatu wassalam. Dat zouden we moeten implementeren in ons dagelijks leven. Want op het moment dat we dat doen, dan doen we iets wat de profeet, alayhi salatu wassalam, heeft gewild.
Taraktu lakum, zegt de profeet alayhi salatu wasalam, ik heb twee zaken voor jullie achtergelaten. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Wanneer jullie daaraan vasthouden, zullen jullie nooit, maar dan ook nooit dwalen. Wat zijn deze twee zaken? Kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah, het boek van Allah en de sunna van de profeet alayhi salatu wasalam. En nogmaals, met name in zijn omgang. De manier waarop hij met de mensen omging. Want je kunt dag en nacht in de moskee te vinden zijn. Maar als dat niet zichtbaar is in jouw gedrag, dan heeft dat weinig betekenis. Want het gebed is gekomen om jouw gedrag te perfectioneren. Om jouw gedrag te verbeteren. De profeet alayhi salatu wasalam zegt, inna ma bu'ithtu. Met wat? Met alles. Met de sharia, met de Koran, met de sunna, met alles. Inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ik ben slechts neergezonden om het nobele karakter te vervolmaken. Allah azza wa jalla zegt in surat Noon. Noon wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoon. Wa inna laka la ajran ghayra mamnoon. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Je beschikt over het meest, maar dan ook het meest nobele karakter. Top van de top. En zo dient een gelovige te zijn. Op werk dient hij de top van de top te zijn. Als chirurg dient hij de top van de top te zijn. Als advocaat, als rechter, als timmerman, als schoonmaker, als vader, als moeder, als man, als zoon, dien jij de top van de top te zijn. Waarom? Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam was dat. En wij zijn aanbevolen om in zijn voetstappen te treden. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Hij is het goede voorbeeld. Je hebt geen enkele andere voorbeeld nodig. Hij is het voorbeeld. En dat voorbeeld gaan we niet kunnen volgen als we zijn sira nooit hebben bestudeerd. En daarom is het nog een belangrijke zaak. Het is raadzaam om de sunna van de profeet te bestuderen. Neem een boek. Neem een sira boek. Maakt niet uit wat voor boek dat is. Neem dat en ga dat bestuderen. Heb je mensen om jou heen? Ga dat samen met hen bespreken. Je kinderen, je ouders, wie dan ook. Probeer met hen daarover in gesprek te gaan. Want wallahi, hoe meer je de profeet kent, des te meer je liefde en respect voor hem gaat ontwikkelen. En op het moment dat je dat hebt, dan ga je naar hem opkijken. En op het moment dat je naar hem gaat opkijken, dan ga je automatisch in zijn voetstappen treden. Dat was de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En als wij ons gedrag willen verbeteren, als wij onze situatie willen verbeteren, als wij daadwerkelijk in de voetstappen van de profeet willen volgen, dan moeten we soms ons inbeelden dat hij met ons is. Ja, ik weet dat het niet kan. Maar soms is het goed om daar even over na te denken. Plan een dag in alsof de profeet met jou zou zijn. Waar zou je gaan? Zou je nog steeds dezelfde Netflix-series kijken? Zou je nog steeds dezelfde scrollacties op je telefoon doen, op je smartphone doen? Zou je precies dezelfde coffeeshop bezoeken? Of shisha lounge? Of wat dan ook? Wat gaat er in jouw dag veranderen? Zou je dezelfde woorden herhalen? Zou je naar dezelfde muziek luisteren? Zou je over anderen roddelen? Of zou je een hele andere planning op die dag hanteren? Alsof de profeet met jou is. En als de profeet niet met ons kan zijn, dan moeten we ons realiseren dat Allah azza wa jalla met ons is. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Hij is met jullie overal waar jullie zijn. Uit respect voor Allah, uit schaamte voor Allah azza wa jalla, uit liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala, zouden we ons best moeten doen. Niemand is perfect, niemand is volmaakt, niemand is zondeloos, maar op zijn minst de inspanning tonen om het maximale uit onszelf te halen als broers, als zussen, als vaders, als moeders, als medewerkers, als collega's, als buren, als moskeebezoekers, zouden we in de voetstappen van de profeet alayhi salatu wassalam moeten treden en veelvuldig hem gedenken en herinneren. We gedenken Allah azza wa jalla, maar er zijn ook bepaalde elkaar die wij doen waarin we de profeet sallallahu alayhi wa sallam herinneren, zoals de salawat op de profeet alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wanneer een amr komt, wanneer een bevel komt om iets te doen, zegt Allah azza wa jalla heel vaak in de Koran, ja, Johannes, o mensen, doe dit of doe dat. Of direct met gebiedende wijs, bijvoorbeeld, aqimu salah, atu zakah, irka'u ma'ar raka'in, zijn allemaal, noemen we fi'al amr. Of ja, Johannes, amanu, en dan komt een bepaalde boodschap. Maar wat bijzonder is aan dit vers, is dat Allah azza wa jalla zegt,
Inna Allah wa malaikatahu. Zelfs Allah azawajalla en zijn engelen doen dit al. Alleen de salaf van Allah subhanahu wa ta'ala is meer genade en barmhartigheid. En voor ons is het meer een waardering die wij uitspreken en dua die wij voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam doen. Allah azawajalla zegt, inna Allah wa malaikatahu. Allah en zijn engelen yusalluna ala nabi. Zij doen salah op de profeet alayhi salatu wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu. Sallu alayhi wa sallimu taslima. En daarom is het aangeraden om salat te doen op de profeet alayhi salatu wassalam. Na je gebed, zeg Allahumma salli ala Muhammad. Of Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. In het gebed, wanneer je de eerste tashahud afgerond, doe daarna salah al-Ibrahim. Wanneer je niks te doen hebt, herhaal salawat op de profeet, want die zullen jouw hart verlichten. In jouw dua, het is raadzaam om eerst met salah op de profeet te beginnen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi fil awwali. En daarna dat je dua doet, want het is het alsof bepaalde poorten voor jou open zullen gaan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de kracht geven om in de voetstappen van de profeet alayhi salatu wassalam te treden. Sallallahu azza wa jalla an yubarika fina wa fikum. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an taqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana ya dhal jalali wal ikram. Allahumma arham mawtana wa afi mubtalana. Allahumma arham mawtana wa afi mubtalana ya dhal jalali wal ikram. Innaka ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.